Hi, ik ben Jared. Ik ben derdejaars student licht hier op school. Ik zou nu stage lopen, maar dat doe ik niet vanwege deze hele situatie. Ik ben Jordi, ik ben 20 jaar en ik doe ook de lichtspecialisatie. En ik zou normaal ook stage lopen dit jaar. Wat is het leukste of raarste of grappigste wat jij hebt meegemaakt in je werk of in je studietijd? Nou, ik denk dat dat sowieso van heel de studietijd van mij de stages was. Nou, die heb ik mogen meelopen met een lichtontwerper. Dat vond ik echt heel tof. Ik heb zoveel verschillende leuke projecten kunnen doen. Ik heb projecten in het binnenland kunnen doen, in het buitenland kunnen doen. Dat je daarna gewoon alles, ook wat je qua kennis hebt, in de praktijk kunt toepassen. En je gaat soms op je bek en andere keren sta je er net zo goed op. Dus ja, je leert daar ontzettend veel van en je leert ook heel veel nieuwe mensen kennen. En dat is gewoon echt, ja, dat vond ik persoonlijk het leukste. Ik denk dat het voor mij het diplomeringsproject was in ons eerste jaar. En ik zal even uitleggen wat het inhoudt. De eerstejaars van onze opleiding maken voor op dat moment de vierdejaars een voorstelling in het thema van hun diploma-uitreiking. Krijg je de tijd om voor alle studenten bij elkaar iets te verzinnen voor een thema van een afstudeervoorstelling die je dan maakt. Die ga je vervolgens ook met de hele klas samen maken in een grote studio bij ons op school. En nou ja, we zijn met de klas met elkaar zo erg tot het gaatje gegaan in dat project. We hebben ruzie gemaakt, we hebben gehuild, we hebben gelachen. Maar omdat je nou ja, zo'n hechte band met elkaar creëert in die 2 maanden, was dat zo intiem en zo tof. En hebben we daar zoiets moois van gemaakt met elkaar. Nou ja, dat zal me voor altijd bijblijven, denk ik. En ik heb daar ontzettend veel van genoten om dat te doen. Waar ben je buiten de les op school nog meer mee bezig, Jordi? Wij maken heel veel producties binnen de hele school, zeg maar. Dus dan zijn eigenlijk voorstellingen die ontstaan uit samenwerkingen tussen verschillende opleidingen. En dan ga je met z'n allen eigenlijk een voorstelling creëren. En daar kun je, als je dat leuk vindt, heel erg veel tijd mee kwijt zijn. Of mee bezig zijn. En nou ja, daar schuilt aan de ene kant ook het gevaar. Dat je echt zoveel leuke projecten kunt doen dat je eigenlijk er zelf aan ten onder gaat. Maar aan de andere kant leer je daar zo ontzettend veel van. En je leert heel veel nieuwe mensen kennen van andere opleidingen. Je maakt echt vriendschap met mensen. Er komen soms ook samenwerkingen uit voor hun later als ze afgestudeerd zijn met z'n allen. Dus dat is eigenlijk ja, een heel grote toevoeging op kennis die je op kunt doen buiten de lessen om. En waar je ook nog eens heel erg leuk mee bezig kunt zijn. Vind ik wel eigenlijk het feit dat wij met z'n allen op zo'n theaterschool zitten wel echt als grootste pluspunt. En verder buiten school ben ik eigenlijk nog steeds met school bezig. Alle mensen waar je mee omgaat, waar ik mee omga dan tenminste, zijn mensen van school. Je drinkt bier met mensen van school. Je eet samen met mensen van school. Het is voor mij echt een soort van, nou ja, secte klinkt misschien wel heel heftig, maar ja, buiten school ben ik nog steeds eigenlijk met school bezig, maar wel op een gezonde manier. Ja. En zolang het leuk blijft, is het voor mij ook niet erg dat ik daar zoveel tijd aan kwijt ben. Hey, dan heb ik nog één laatste vraag. En dat is misschien iets wat we meer samen kunnen beantwoorden. Maar de vraag luidt, hoe ziet de inhoud van de specialisatie lichtontwerp eruit? Nou, in het eerste jaar heb je eigenlijk met iedereen samen les. Dus dan zijn er nog niet echt specialisaties. En dan later in het eerste jaar gaat dat een stapje verder. En dan ga je bijvoorbeeld ook voor het eerst in aanmerking komen met bepaalde lichtontwerplessen. Waarin je dan eigenlijk in groepjes of soms alleen eens wat meer gaat nadenken over wat je dan uiteindelijk aan het maken bent of wat je wil maken. En uiteindelijk is het dus de bedoeling dat je, omdat je eigenlijk van alles een beetje kennis gemaakt hebt, dat je dan die keuze kunt maken. Nou. Zodra je dus voor licht kiest, in het tweede jaar heel vaak lessen, wat Jordi net ook al vertelde, maar naast die lessen heb je dus een aantal projecten, bijvoorbeeld als voorbeeld het singer-songwriter project. En dat is dan eigenlijk meer samenwerking tussen de andere specialisaties en de lichtspecialisatie. En wat je dan bijvoorbeeld bij het Sing-Songwriter project gaat doen, is dat je dus, je krijgt een artiest en dan moet je dus in groepjes met een lichtontwerper, een geluidsontwerper en een technisch producent een voorstelling gaan maken of een, nou ja, in dat geval een concert. Dan ga je dus vanuit jouw specialisatie ga je dat project in en jij gaat het lichtontwerp maken en iemand anders houdt zich bezig met het geluid bijvoorbeeld. Maar je doet dat wel echt met elkaar. En dat vind ik heel tof, dus dat je met je eigen specialisatie bezig kan zijn, maar dat je nou ja, ook al leert samenwerken en leert rekening houden met iemand zijn andere ideeën en plannen. Nou ja, die kant die jij dan op wilt, die kun je dan eigenlijk in het derde jaar zelf gaan ontdekken in je stage. Wat je in het tweede jaar gespecialiseerd hebt in licht, kun je dan in het derde jaar specialiseren in wat jij wil. En dan in je vierde jaar afstuderen en dan de specialisatie erop zitten.